Bert Huisjes is op dit moment de meest controversiële figuur in de Nederlandse mediawereld. Hij heeft zich misdragen als baas van omroep WNL, niet alleen tegen mensen op de werkvloer, maar ook op journalistiek vlak. Zo werd in februari duidelijk dat hij de rechtse koers streng handhaaft en zijn journalisten niet kritisch mogen zijn over CDA en VVD. Krankzinnig natuurlijk, maar volgens WNL-klokkenluider Margreet Spijker speelt er nog veel meer. Ze is ontslagen bij WNL vanwege haar kritiek op Bert en deed gisteren haar verhaal in de talkshow Renze. Zolang hij blijft zitten gaat het alleen maar over Berthuisjes. Weg met die man, roept ze uit. Naast zijn wangedrag is Bert ook gewoon slecht voor de journalistieke koers van WNL, vindt ze. Het is het negeren van onderwerpen die sommigen niet welgevallig zijn. Een voorbeeldje, als Maxima het bij het World Economic Forum heeft over de digitale euro, dan is dat taboe om daar een vraag over te stellen. Margreet vindt dat belachelijk. Het is een lobbyclub en er zijn heel veel complottheorieën rondom het World Economic Forum, maar ze zit daar wel iets te vertellen waar mensen ongemakkelijk of ongerust over worden. Daar ga je dan niet een vraag over stellen in een talkshow, dat is taboe. Waarom dat is? Nou, dan zie je vervolgens op Prinsjesdag dat prinses Beatrix, Ed Nijpels en Luc Hermans uit de Raad van Toezicht van WNL gezamenlijk de koetjes bekijken. Dan denk je, oh, natuurlijk, ze zitten zo dicht op die macht dat je een vraag over Maxima niet mag stellen. Het mag geen onderwerp zijn. Wat vindt Margreet ervan dat de Raad van Toezicht van WNL de terugkeer van Bert er zo doorheen wil drukken? Ik vind het zo de arrogantie van de macht. Om al die mensen die een misstand hebben gemeld zo te negeren, omdat je dat kan. Dat zien we dus ook, zo werkt de macht. En wie zit er als voorzitter in de Raad van Toezicht? De vader van een minister. Luc Hermans, ja, de vader van een vicepremier van dit land. Die heeft dit besloten ten koste van allemaal journalisten. Dat voelt buitengewoon ongemakkelijk. Bert is iemand die het heerlijk vindt om zich te omwingen door machtige mensen, al dus maar je moet niet uitsluiten dat er politieke invloed is. Als je weet dat jij een bestuurder hebt die gevoelig is voor de macht, rijkdom, status en geld. Dat maakt iemand kwetsbaar. Hij begeeft zich in kringen waar veel mensen zijn met macht en dat vindt hij heel fijn. Het gaat al zo lang over hem. Dat is zo zonde. Er werken zoveel mensen die mooie programma's maken. Integere journalisten die helemaal geen zin hebben in dit gedoe. Die denken, hou op. Dit zit iedereen in de weg.